Militairen die tijdens het gewapend conflict in het binnenland zijn gesneuveld, hebben zware offers gebracht en moeten dan ook als onze helden gezien worden. Dit is de mening van legerbevelhebber Werner Kyun Asen, die hij gisteren deelde tijdens de herdenkingsceremonie ter nagedachtenis van deze groep gesneuvelde militairen. De bevelhebber stelt dat de gesneuvelde militairen hebben betaald met het hoogste goed. Ze hebben gedaan omdat ze geloofden in het beschermen van de staat Suriname. Ze deden het omdat ze geloofden in de groei van hun natie. En ze deden het vooral om hun broeders te beschermen. Als we naar ons huidige Suriname kijken, dan vraag je jezelf wel af, hoeveel jonge Surinamers zijn nog bereid om offers te brengen? Hoeveel jonge Surinamers kiezen er niet voor om te verhuizen naar plekken waar zij denken dat het gras groener is, zoals Europa, de Antillen en de VSA? Hoeveel jonge Surinamers willen niet de handen uit de mouwen steken? Kyun Asen geeft verder aan ingenomen te zijn dat jongeren nog steeds ervoor kiezen om het land te dienen. Ad interim minister van Defensie Amara Madin zegt dat 32 jaar geleden een donkere periode in de geschiedenis begon. Die diepe wonden heeft geslagen in ons land en in het hart van vele families. Terwijl de tijd onverbiddelijk doorgaat, vervaagt de scherpte van de pijn wel misschien. Maar de herinnering aan het verlies blijft altijd aanwezig. Op deze 21ste juli komen we samen om degenen te herdenken die we hebben verloren tijdens dit binnenland gewapend conflict. Hun namen staan gegrift in ons geheugen als een blijvende herinnering aan hun moed en opoffering. De oorlog heeft ons geleerd wat de waarde is van vrede en heeft benadrukt hoe kostbaar elk leven is. De minister zegt dat het binnenlands conflict heeft getoond hoe belangrijk het is om samen te staan.